De tu politiki partei a 20 anga du da de nakia na kwa ini wang taki jo wo ko sama na verkiezing je ko ya. A pisito li de beta kien kaba de be lolo anga de sevi anu nu da de wan feit taki jo wo ko sama jo wo ko ondo na paso fu a 20 na so jo gwa nya verkiezing. Me ko luku wan verslag fu na pisi die de onderteken awoko makandi. Zeggen van deze overeenkomst is aangegaan onder een aantal voorwaarden. Een aantal voorwaarden kan ik hier benoemen. Dat we hebben gezegd van DOE en A20 gaan samen de verkiezingen in op één lijst. Dit natuurlijk vanwege het verbod van op inschrijven van pre-electorale combinatie. Er is gekozen voor de lijst van Alternatief 2020. Reden waarom? We hebben gedacht out of the box. De samenleving wil een alternatief hebben en er zit al in de naam alternatief. Je kan moeilijk blijven doen. Ik ben ouder, jonger en je kan zeggen van op basis van anciëniteit dat ik als eerste dat mijn naam als fake kan bedienen, maar je moet out of the box kunnen denken en dat hebben wij gedaan. We hebben gezegd van water in onze wijn en we gaan op de lijst, maar een van de voorwaarden en afspraak die we maken, de lijst zal gevoerd worden door iemand van DOE, niet A20, omdat het een gezamenlijke het is een samenwerking. Het is niet omdat de naam A20 eraan verbonden is. A20 is slechts een vehikel om ons daar te brengen waar we naartoe moeten gaan. En dat is de benadering die wij hebben en gaan hebben en blijven hebben. Omdat je je dus niet geïsoleerd moet houden en eng moet denken. We hebben gezegd dus dat ook op de tweede plek iemand van A20 kwam. En uiteindelijk hebben we ook gezegd van op de derde plek en vierde en andere plekken, daar gaan wij gezamenlijk over beslissen. Maar belangrijk is dus dat we hebben gezegd, laten we alvast starten. En we houden ruimte over, open voor gelijke, gerichte, progressieve organisaties. En in dat verband wil ik natuurlijk groeten de vertegenwoordigers van Leefbaar Suriname. Welkom nogmaals. En u bent Leefbaar Suriname. Dus de ruimte is er voor samenwerking, maar wij staan, we tonen dat we in staat zijn dat te doen. En waarvoor we gaan is een stukje sociale rechtvaardigheid. We hebben gezegd van sociale rechtvaardigheid omdat we hebben gemerkt dat daar geen sprake van is in Suriname. Daarna zei de voorzitter van Alternatief 2020, Steven Reijmen, het volgende. Sande belangrijk, Brazisa, is dat die alle toepartijen propageert door elkaar die dienstbaar leiderschap. En dienstbaar leiderschap Wallis man even stasani. Bijvoorbeeld, afvast van Messie, bepaalde man, tak over dienstbaar leiderschap en de demonstreren aan dienstbaar leiderschap. Dan Messie dat de man een lezer woordenboek, de lezer dat de botak aan bakatoon, a definitie. Maar a definitie voor dienstbaar leiderschap is dat je het algemeen belang boven alle andere belang bovenstel, dus ook het partij, het enge partij, politieke belang. Dienstbaar leiderschap vanuit mijn waarden, mijn christelijke waarden, is dat je de dienaar bent van een ieder. Aan Japanese, aan Hindustani, aan Snezi, Sranamulai, Dogla, Alakondre. Met andere woorden, kort gezegd, wij willen dienaren zijn van geheel Suriname. Niemand uitgezonden. Daarna dienstbaar leiderschap in uw perceptie A20 aan het doen. Wat er is aan de belangrijk dat we dat schat doen, drie zal noemen. Sranaman, mijn merk op,
a meer waarde zal die ablek persoon. Zal een man stappen af voor Azani dat we op aan die politieke partij. Of we op aan die politieke leiders. Zal een man mij een briefje dat potentie denk in jou. En mij een briefje dat if je go in buitenland, je slag cum laude. Je kan slag cum laude in jou in je konden. Dus wat wij willen hebben is meer waarde terugbrengen in de Suriname. Dat de Surinamer onafhankelijk kan zijn. Dat die Surinamer kan zijn, mina wa jajama, mina wa jajama. Dat de Surinamer wa roko, die eigen money. En wa lopen van partij, zet me gong, friends and family. Uno wa nasandati. Om streven naar voor creëren mogelijkheden, zodat you can buy you eigen sani, te you want buy one sani. Uwa creëren wa onderwijs, dat you can studeren, zodat je kan studeren dat wat faciliteit kan make you money. Hoe wanneer dat alles aan een man op meer waarde. En ik van je stond ja zo, het belangrijk voor je sabi, dat je naar op aan uw kino was ma. Alles van mij zo naar een anu. Aan anu die zie, kan je aan die peta wani, maar je verstaat ook toe. Dus we denken aan de belangrijke intenten die zie, dat aan een man, de vier deze, wat je kan aan een man. En met Azani, ik voel me geen politicus. I'm a leader who join politics. Ja. Dat is een heel trap benadering. Maar moet denken over na. Zo belangrijk tenslotte. Wat ben je maar leer me, elk van ons wil leven voor de volgende generatie. En ik denk meer en meer binnen de politiek. Om stappen aan die zich in smaak, zal ik kiezen voor win politiek. U moet niet leven voor uzelf. Maar u moet rekening houden, er is een vorige generatie die de weg gebaand heeft voor deze generatie. Dus wij allemaal moeten ons verplicht voelen, alles pas aan stond, ja. Als je denkt toe, je denkt A20 of je denkt wat een politieke partij. Maar er is niet aan stond, ja, zo naar Mazarbaldeel. In Sabdati, ideenatori. Zo ze voegen met een passie klaar in die volgende generatie. Persoonlijk ben ik een politiek van nodig. Maar ten minste om me heen van afval, moraal, ethiek naar economisch Israël naar een verder plaats dan ik dat ik kan niet langer aan de zee kan staan. Ik maak moeite voor koeien naar politiek, ik maak moeite voor roken die aantrekkende generatie.